Leuk dat je weer kijkt. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een filmpje heb gemaakt. Door de omstandigheden kwam het er even niet van. Maar vanaf nu ga ik weer aan de slag om leuke kookfilmpjes voor jullie te maken. En vandaag beginnen we met een heel erg lekker receptje. We gaan namelijk gehakt cordon bleu maken. Een gehakt cordon bleu kun je natuurlijk gewoon kopen bij de slager. Hartstikke lekker. Maar je kunt het ook zelf maken. En in dit filmpje ga ik je laten zien hoe we dat doen. Zo moeilijk is dat namelijk niet. De ingrediënten heb ik alvast klaargezet. Ik gebruik 500 gram gehakt. Dit is runde gehakt. En dit is voor 4 cordon bleutjes. We maken dus geen kip cordon bleu, maar gehakt cordon bleu. Daarin gaat natuurlijk ham. Ik heb achterham en jong belegen kaas. En dan hebben we hier paneermeel. Mosterd. Ik heb lekkere, mooie, fijne mosterd genomen. Een eetlepeltje gehakt kruiden. Daar voeg ik nog een klein beetje paprika poeder aan toe en een ei. Het gehakt zit in de kom. Daar voeg ik de gehakt kruiden bij. Dit is ongeveer 1 eetlepel. Een eitje. Nog wat extra paprika kruiden. Ongeveer een theelepeltje. En ik doe ongeveer eerst even 3 eetlepels paneermeel erbij. En dan kijken we zo meteen of er nog meer bij moet. Even de mouwen stropen we op. En dan mengen we door elkaar. Ik voeg nog een beetje extra paneermeel toe. Dat is toch wel nodig, anders blijft het te nat, het mengsel. Zo, en dan verdelen we het gehakt in 4 ballen. Die ongeveer even groot zijn. Het gehakt duw je plat tot een soort van hele grote hamburger. Haal hem ook even goed los. Het is zonde als hij straks namelijk blijft plakken. Smeren we er een klein beetje mosterd op. En dan pakken we een plakje ham. Dan breek ik hem door de helft, want een heel plakje ham is wel wat veel. Dat kun je dus nog een beetje induwen. En hetzelfde doen we met de kaas. Dus we pakken geen hele plak kaas, want dat is echt te veel. Dan krijg je cordon bleu bijna niet dicht. Zo. Dan vouw ik, die randjes alvast een beetje dicht. En dan kun je het gehakt kun je zo dubbel vouwen. Dan kun je, het voordeel van gehakt is dat je het kunt dichtkneden. Dus je hoeft zeg maar niet aan de slag met prikkertjes. Dan kun je een beetje zo een vormpje maken. En dat doen we ook met de andere. Zo, dit zijn ze. Mijn cordon bleutjes. Gehakt cordon bleu. Het voordeel aan het gebruiken van gehakt is dat je dus niet in de weer hoeft met prikkertjes. Het gehakt kun je heel mooi om de ham en kaas vouwen. En zoals je zag, het kost echt misschien maar 10 minuten tijd voordat je deze cordon bleutjes hebt gemaakt. In principe zijn ze klaar. Ze kunnen zo de pan in. Alleen vind ik het lekker om ze nog even licht te paneren. Dus dat ga ik nu doen. Daarna zet ik ze nog even een half uurtje in de koelkast, zodat ze een beetje kunnen opstijven. En daardoor blijven ze tijdens het bakken nog mooier. Lekker, hij is heel... Oeh, kijk, de kaas loopt er hier al een heel klein beetje uit. In de pan is het wel goed gegaan. Ik ga even door Mira doen. Oeh, kijk. Kijk, zo ziet het er van binnen uit. Ik ga even een stukje proeven met ham en kaas. Heerlijk. Hele lekkere gehakt cordon bleu. Zoals je zag is het helemaal niet moeilijk om te maken en het kost ook helemaal niet zoveel tijd. Dus
ik zou zeggen, probeer het eens een keer. Bedankt voor het kijken en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, want er komen nog veel meer leuke filmpjes aan de komende tijd. Tot de volgende keer. Doeg!